Hoi groep 8, daar ben ik weer voor de talige instructie van donderdag 28 januari. En wat staat vandaag op het programma? Let op, want het is een beetje anders dan wat de planning zegt. We gaan namelijk bij taal aan de slag met les 16. En we slaan dus een stukje over, want we gaan thuis niet aan de slag met de toets, maar we gaan wel extra aan de slag met de doelen van dit thema. Dan gaan we spelling les 11 maken en de bijbehorende dingen natuurlijk, ook het kopieerblad van les 12. En als laatste gaan jullie met aan de slag met bloon en dat doe je weer 15 minuten. Nou, we gaan als eerste de start maken met de les van taal. Even kijken. Pak taal er maar even bij. En dan zie ik even een andere moet pakken. Ja, en we pakken daar les 16, wat ik net al zei. Oh, daar ga ik meteen de fout in. Maar dat is natuurlijk les 4, les 16. Oké, ik kijk even met jullie naar de instapkaart, want het is de les die gaat over taal verkennen. Nou, je hebt geleerd hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord maakt. Daar gaan we het over hebben. Nou, weet je nog, het voltooid deelwoord van de meestezelfde klankwerkwoorden maak je zo. Ge. Bijvoorbeeld, maken wordt gemaakt. Of pakken wordt gepakt. Of rijden wordt gereden. Je ziet dus dat je meestal ge ervoor plakt en dan achteraan en of een t of een d. Als je het langer maakt, hoor je vanzelf weer of je er t of d achter plakt. Dat is eigenlijk belangrijk voor het maken van een voltooid deelwoord. Maar als je een werkwoord hebt met ge of ont of be, bijvoorbeeld ontbijten, dan blijft dat in de voltooide tijd hetzelfde. Dus het is dan niet ik heb ge ontbijt, maar het is ik heb ontbeten. Dus ik ontbijt, dat stukje ont, blijft in de voltooide tijd hetzelfde. Onthoud dat. Nou, we gaan even kijken, want wat ga je maken? We gaan in de slag met de 1 en 2 en 3 ster opdracht. En ik ga even met jullie starten met de 1 ster opdracht. Nou, daar staat. Schrijf het gezegde op en onderstreep het voltooid deelwoord. En ik wil je even wel wijzen op dit schrift. We doen het namelijk een beetje anders. We schrijven namelijk het gezegde op. En dan doen we eigenlijk stap 1 en 2 van ons stappenplan. We zoeken namelijk de persoonsvorm en het gezegde. En we gaan weer een dubbele streep zetten onder de persoonsvorm en een enkele streep onder het voltooid deelwoord. En daardoor oefenen we weer met zinsontleding, maar vandaag wel alleen stap 1 en 2. Goed, daar gaan we. Zin 1. Het gezegde van de eerste zin staat er al, want het is namelijk heeft geregend. Wat is nu de persoonsvorm? Dat is heeft. Dus heeft krijgt een dubbele streep en geregend krijgt een enkele streep. Gaan we naar 2. De hele streek kampt met wateroverlast. Hoe vind ik nou de persoonsvorm? Door om vragen te maken. Kampt de hele streek met wateroverlast? Kampt is dus het werkwoord. Is er dan ook nog een ander werkwoord in de zin? Nee. Dus dit is het enige, dus er is geen deelwoord. Dat kan wel eens, dat er alleen een persoonsvorm in de zin staat. Zin 3. Drie campings zijn onder water gelopen. Maakt de zin vragend voor de persoonsvorm. Zijn drie campings onder water gelopen? Zijn is dus de persoonsvorm. Dubbele streep. Wat zijn gelopen? Onder water gelopen natuurlijk. Hè? Gelopen is dus het deelwoord. En het voltooid deelwoord krijgt een enkele streep. Zijn 4, 5 en 6 maak je jullie nu nog even zelf. Als je dat gedaan hebt, kijk je even mee naar de 2-ster opdracht. Nou, maak van de zin een zin met een voltooid deelwoord. Nick schrijft over zijn vakantie. Daar staat nu alleen een werkwoord in. Want de persoonsvorm van deze zin is schrijft. Als je van dat woordje schrijft een voltooid deelwoord maakt, bijvoorbeeld geschreven, krijg je dus een zin in de voltooide tijd. Heeft geschreven. En die zin wordt dan dus Nick heeft over zijn vakantie geschreven. Oké, en daar ben ik weer. Soms moet ik even jullie op pauze zetten, dat weet je. Want er staat er weer iemand bij de deur. Goed, zin 2.
We gingen dus voltooide zinnen maken van deze gewone zinnen. Het regent continu. Nou, ik moet dus van het woordje regent, dat is mijn persoonsvorm, daar moet ik dus een voltooid deelwoord van maken. Het heeft continu geregend. Want een voltooide zin bestaat uit een hulpwerkwoord van hebben of zijn aan het voltooid deelwoord. Dus schrijf op, het heeft. En je moet natuurlijk de rest van de woorden gewoon gebruiken. Continu geregend. Zin 3. We hebben wel geteld één droge dag. De persoonsvorm is hebben. Dus daar maak je een deelwoord van, dat is gehad. We hebben wel geteld één droge dag gehad. Een beetje gek, want we maken een twee keer een vorm van het werkwoord hebben. Maar dat is in dit geval wel goed. We hebben wel geteld één droge dag gehad. En dan wil ik je vragen om in deze zinnen, in die nieuwe zinnen die je schrijft, weer een dubbele streep te zetten onder de persoonsvorm en een enkele streep onder het voltooid deelwoord. En jullie maken zelf tot en met zin 6 af. Dat is de opdracht voor vandaag. Even kijken. Ja, dan mag je van mij zelf kiezen of je nog de 3-ster opdracht maakt, maar dat hoeft in dit geval dus niet. Nou, dan ben je dus bij taal bezig geweest met het zoeken van het gezegde. Gezegde bestaat uit persoonsvorm en een voltooid deelwoord. En die persoonsvorm is dan een hulpwerkwoord van hebben en zijn. En je bent bij de tweede oefening bezig geweest om van een onvoltooide zin een voltooide zin te maken. Nou, je ziet dat het ook weer terugkomt bij werkwoordspelling. Want daar hadden we het gisteren over gehad bij dit boekje. Want bij werkwoordspelling, daar weet je weer, daar oefenen we op dit moment nog steeds de zinnen in de onvoltooide tijd, dus die een gewoon werkwoord hebben. Hey, dat heeft dus alles met elkaar te maken. Dan maken we nu de overstap naar spelling. En dat is les 11. En je weet het, bij de laatste lessen van de week zijn we altijd bezig met werkwoordspelling. Dus die mag je er even bij pakken. Thema 5, week 3, les 11. En dan gaan we weer even kijken naar de voorbeeldzinnen. Nou, bijvoorbeeld lachend, schouderophalend, zwaaiend en struikelend. Nou, dat valt me dus op dat die woorden allemaal met een D achteraan geschreven zijn. Waarom? Het zijn bijvoorbeeld lachende mensen of zwaaiende mensen of schouderophalende mensen. En als je die woorden dus langer maakt, dan hoor je dat je deze woorden met een D schrijft. Hey, dat zijn ook wel allemaal dingen die steeds terugkomen. Nou, bijvoorbeeld wandelend, maar daar kun je de zin van maken. Ik zag een wandelende tak. Hey, klinkt bekend, toch? Gaan we even kijken naar de instapkaart. Je leert hoe je het tegenwoordig deelwoord schrijft. Hey, voltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord, wat is dat dan? Nou, je schrijft het tegenwoordig deelwoord, net als het hele werkwoord, maar dan met een D erachter. Soms komt er nog een E achter. Kijk maar. Het werkwoord lopen. Het is bijvoorbeeld een lopend vuurtje. Of het is de lopende band. Want de lopend band zeg je niet. Of het werkwoord fietsen. Het is een fietsend kind. Of een fietsende vrouw. Dat noem je dus het tegenwoordig deelwoord. Nou. Bijvoorbeeld, tasten. Tastend liep hij door het duister. Afwachten. Zijn afwachtende houding irriteerde iedereen. En zuchten. Zuchtend begon hij aan een moeilijke opdracht. Even kijken. Nou, er zit geen filmpje bij deze keer. Dus we gaan nu de overstap maken naar ons dicté. Les 11. Daar gaan we. Schrijf de goede woorden op. Nou, en let heel goed op, alle zinnen staan in de verleden tijd. Dus,
Pas die regels toe. Er verspreiden zich allemaal mieren door de kamer. Schrijf op verspreiden. Verleden tijd. Weet je nog? Eerste ekvorm opschrijven en dan plak je er iets achter. 2. Ze begroeten me heel vriendelijk. Begroeten. Ik klappertande. Klappertande. 4. Er stond een pratende ijsbeer voor me. Pratende. 5. Hij hield een brandende hoepel vast. Schrijf op brandende. 6. Zuchtend sprong ik door de hoepel. Zuchtend. 7. De ijsbeer barstte in lachen uit. Barstte. En 8. Ik werd zwakker badend in het zweet. Schrijf op badend. Dan kijken we hem even heel snel na. Zet me maar even op pauze. Bekijk de woorden heel goed en kritisch. Nou, ik ben benieuwd. Als je de regels toepast, dan is het als het goed is gelukt om maar enkele of misschien wel geen foutjes te maken. Jullie gaan nu nog aan de slag met Bloon en met het kopieerblad van les 12. Zorg er ook voor dat je Bloon goed en serieus oefent. Je weet waarom dat belangrijk is. Dan spreek ik jullie later weer voor de leesinstructie van vandaag. Doe je best, zet hem op en werk goed vandaag. Succes!